Waar heb ik dan maar deze reactie? Nee, hou op. Ben je nu aan het gaan? Ja, ja, het is weer een nieuwe video van de Gier Gasten. Ja, we gaan jullie wederom een keer laten zien hoe je gratis eten kan. Dus daarom is Niels er vandaag ook gezellig weer bij. Hè? Tuurlijk, gratis eten, daar ben ik erbij. Jij moet je bek houden, dankjewel. Maar ja. Wat gaan we doen, Niels? We gaan gewoon even naar een tentje, gaan ons helemaal volstouwen. En vervolgens gaan we een kleine scène spelen. Het wordt weer spectaculair. Nou, gaat ie mee? Zo, zin er vanavond, man. Ik ook. Nu we zitten voel ik hem erin. Nu voel ik hem erin, ja. Ja, oké. Ik ben dus allergisch. Ja, voor wat? Ja. Wat normaal. Je bent allergisch? Ja, maar ja, pinda's. Ik ben heel erg allergisch voor pinda's. Waar zit het sowieso niks met pinda's in? Vast of iets? Alleen de bristen zijn de pijnpoppen. Het is helemaal kut, want ik heb echt wel zin in pijnpoppetjes. Wat ik wel nog nodig heb, is iets van een pepertje. Wat dan? Om in mijn ogen te doen. Er staat hier peper. Ja, maar werkt dat? Als ik dit in mijn ogen doe, gaan we al dan... Zo. Ja? Zal ik het even in je ogen blazen? Zijn we helemaal gek, hè? Zijn we weer gek, hè? Kost gemak, hè? Ja, voor mij de calzone vegetarisch. Voor mij tomaatsoepje en... Kun je gewoon mozzarella met tomaat? Caprese. Ja, perfect. Oh, man, hè? Ik ga pissen. Oh, ja. Gek te pol. Sorry? Alleen deze? Deze niet? Deze is beter niet. Oké. We don't kill him tonight. Ja, yeah, we don't kill him tonight. Helemaal goed. Toch wel. Dus hij tegen mij, deze boter kan hij niet nemen. Die wel. Ja, dan doen we dit. Ja. Vele listen dat mijn lievelingsboter is, dat kan ik nu gewoon niet eten. Dus zo voelt dat. Even sneaky als hij niet kijkt. You only need the plate. Yeah, it's one. I don't think it's not in the... Oh, this is perfect. Yeah. You sure? You sure? Yeah, I'm sure. Yeah. Keep dressing next. Sorry? No, he doesn't have it on him. Don't have it on me, but I live close by. It's Injection. Ja, gast. Mensen lopen met zo'n fucking injectie. Oh, hij gaat er nu een pakken. Hij heeft er een achter de balie. Okay. Ja. Volgens mij komt hij zo meteen met een spuit terug. Je kan niet van mij verwachten dat ik een injectie ga nemen voor iets wat ik niet heb. Zonder dat ik weet wat de consequenties kunnen zijn. Klik erop, dat ga ik niet doen, hoor. Ja, gast. Ik heb een naaldenverbinding, dat ga ik niet doen. Ik denk dat het oprecht het beste is. Als zodra ik mijn allergische reactie voel opkomen, dat ik gewoon weg ben. Hoe langer ik hier zit, de eerder je ziet dat ik... Van toiletpapier in mijn bek, hè? Met andere woorden. Dat is jouw probleem. Ik moet alles oplossen, ja. Nou, ik ben degene hier die een beetje peper in mijn ogen moet gaan stoppen en hier een beetje toneelstukje moet gaan voeren. Okay. Ik ga nu naar de wc. Ja? Ik ga me voorbereiden met peper mee, doe ik in mijn ogen. Ja? De wc-papier ga ik mijn hele bek weer laten opblazen. En dan kom ik gewoon weer zitten. Ja, en dan moet je hem gaan spelen. If somebody was wrong, he was already feeling bad. I know, no, I don't think so. Die man maakt zich oprecht al een beetje zorgen. Die is echt bang dat het fout gaat. Holy shit. Oh, dat is kut. Holy shit. Oh, dat doet pijn. Holy shit, dat is wel een aantal bed. Gaat niet zo goed. Maar heb ik dan maar deze reactie? Nee, hou op. Ben je nu aan het gaan? Nee. Ik denk dat ik mijn huis heb, man. Holy shit, hè. Ik heb maar rode ogen. Ja. Wat moet je hebben? Moet je water hebben? Water? Ik moet... Moet je veel goed? Maar... Ik heb helemaal dikke lippen. Ik moet even naar huis, denk ik. Ja, denk ik. Wat je shirt was, no peanuts? Ja, of course. Ja.
I think I gotta go home. For the Oh, holy shit, hè? Ga jij... Ik fix het hier wel. Ik ben zo. Ik ga bijna van 4 uur in de lach. Die kop van hem, jongen. Kan ik hem betalen? Ja. Bij jou? Volgens mij is het echt niet lekker. Ik heb weer nagevraagd, want er zit echt geen loodjes hier. Ik denk dat hij nu naar het ziekenhuis even moet. Ik vind het heel vreemd. Ik weet het ook niet. Als ze naam niet gehaald krijgen, dan weet ik het ook niet. Ja. Ik heb sowieso een soepie eruit gehaald voor, weet je, omdat hij ook... Oh, dat is aardig. Top. Thanks. Oké, bedankt. Yo. Oh, jongen. Ik ben uitgeschoten met die peper? Ik zweer het je. Ik kan meestal wel gewoon stalen kop houden. Ik kan prima acteren, maar vandaag... Dat ik in mezelf in de spiegel gezien, Howard. Maar goed, jij wil natuurlijk de eindstap weten. Ik wil weten of het is gelukt natuurlijk. Nou, ik zal je vertellen. Ja. Ze geloofden echt absoluut niet dat het door hun onkunde kwam. Maar toch hebben ze wel een gratis soepje weggegeven. Dit is niet wat ik wilde, maar ik ga net doen alsof ik heel blij ben. Jij wilde het helemaal tijd. Nee. Ja. Als je dus ergens gaat eten, dan kan je een gedeelte van je rekening gratis krijgen door zo'n klote trucje uit te halen. Volgende week gaan we weer gewoon een nieuw trucje laten zien. Hopelijk dat het iets toegankelijker is voor de kijker. Ja, inderdaad. En over de zee.